Welkom bij Obla, online tv voor overheidsmanagement. Discussieer mee via hashtag Obla. In het voorjaar van dit jaar is veel rumoer en drukte geweest rondom het sociaal akkoord. Het poldermodel staat weer ter discussie. De vraag is niet zozeer het sociaal akkoord, maar wel hoe werkt een poldermodel en wat kunnen we ervan leren? En vooral, wat betekent dat voor het handwerk van de overheidsmanager? Vandaag ga ik daarover in gesprek met Arjan Zweers, auteur van het boek Liever Lobbyen. En Maarten Kamps, voormalig DG bij SZW, die dichtbij de onderhandelingen van het sociaal akkoord zat en weet hoe het proces in werking zit. Heren, is het nog iets van deze tijd, een poldermodel? En hoe moeten we dit nog willen? Als je het aan mij vraagt, nee, absoluut niet. Het is en achterhaald en we moeten het niet willen. Waarom doen we het toch zo? Waarom zit een structuur zo in elkaar? Blijkbaar werkt het. Dus is het van deze tijd? Blijkbaar wel. Het resultaat is daar en de draagvlak is er ook. En dat werpt nu zijn vruchten af bij de uitwerking van de maatregelen die zijn afgesproken. In het kort, poldermodel is een soort van containerbegrip, zou je bijna zeggen. Waar hebben we het dan over als we het hebben over poldermodel en een sociaal akkoord? Wat bedoelen we dan? Nou ja, in de kern is natuurlijk het poldermodel dat alle partijen die ergens belang bij hebben, dat die gezamenlijk tot een oplossing komen. Iedereen denkt natuurlijk bij het poldermodel meteen aan inderdaad sociaal akkoord. Werkgevers, werknemers en de overheid die met elkaar afspraken maken. Maar het poldermodel kan natuurlijk ook over andere dingen gaan. Het komt natuurlijk van oudsher ook uit de polder. Hoe doen we ons waterbeheer? Hoe beheren we dat land? Toen hadden we nog geen werkgevers en werknemers. Misschien hadden we de overheid in een hele andere hoedanigheid. En we zien dit tegenwoordig natuurlijk ook in allerlei verschijningsvormen. Recent nog met het energieakkoord. Rond de zorg zijn er akkoorden gesloten. Op allerlei terreinen zie je het terugkomen. Je hebt uitgebreid naar gekeken. Ja. Deze trajecten zijn wat veranderd in de afgelopen decennia. In het voorjaar ontstond steeds vaker discussie. Lukt het dit keer nog? Krijgen we überhaupt een akkoord? Waardoor komt dat? Wat is er veranderd? Dat we de discussie hebben. Omdat ik denk voor steeds meer mensen duidelijk is dat zowel werkgevers als werknemers nauwelijks nog draagvlak bieden. Dat zij slechts twee van de betrokken partijen zijn. En niet alle partijen die relevant zijn aan tafel zitten. Het is een heel beperkt geheel. Ze zijn zeer nauwe selectie van belanghebbenden die aan tafel zitten. En krijgt dus automatisch een akkoord dat alleen door een hele kleine groep gedragen wordt. En ook alleen die belangen behartigt. Hoe makkelijk kunnen we wisselen van partijen aan tafel? Nou, deze partijen zijn natuurlijk historisch de partijen waarmee de overheid over sociaal-economische onderwerpen praat. Dat zijn ook de partijen die daar het dichtst bij staan en die inderdaad ook de belangen van hun leden behartigen, maar tegelijkertijd zich ook hebben laten zien dat ze het ook daarbovenuit kunnen stijgen en het algemeen belang kunnen behartigen. En dus in die zin ook een beetje boven zichzelf kunnen uitstijgen. En dat is iets wat je de discussie stelt? Je stelt de discussie, hè? Eigenlijk of mensen er bovenuit kunnen stijgen. Ik ben ook wel benieuwd, als dat gedeeld is, in hoeverre is dat nog te wijzigen, wie er aan tafel zit? Natuurlijk kun je dat altijd wijzigen, maar dan is de vraag, wie haal je dan aan tafel en leidt dat dan tot betere resultaten? Uiteindelijk is het model en het overleg natuurlijk geen doel op zichzelf. Het is een instrument om te komen tot een goede uitwerking van maatregelen die dan ook gedragen zijn en waarvan je ook hoopt dat dat ook in de Tweede Kamer uiteindelijk tot draagvlak zal leiden. Want uiteindelijk worden daar natuurlijk niet de finale besluiten genomen. De finale besluiten worden in het parlement genomen. Jouw dilemma zit niet zozeer bij de tafel aan zich? Dus dat we zo'n tafel hebben, maar vooral... Nee, dat vind ik op zich heel wijs. Alleen wat wel echt een probleem is dat er maar zeer beperkt aantal partijen aan tafel zitten die ook echt hard hun best doen om andere partijen te weren. En dat maakt het tot in mijn ogen een vrij ziek model. En het wordt steeds zieker omdat bijvoorbeeld de vakbeweging echt steeds grijzer wordt en steeds minder representatief. De werkgevers voelen zich ook in toenemende mate minder thuis bij hun koepelorganisaties. Dat maakt de draagvlak waar u het over heeft, maakt het al beperkt. Al is het maar omdat de polder bestaat alleen bij gratie van het cao-overleg en algemeen verbindend verklaren. Daar hebben ze een wetgever voor nodig om het op te leggen, niet omdat het gedragen wordt. Dus dat draagvlak wat wordt geconstrueerd in dat overleg, dat is voor een groot deel bestaat het op papier. Die 1,2 miljoen leden die er zijn, die zijn het niet automatisch eens. Maar is het probleem, zit hem niet zozeer aan dat we een tafel hebben, dat we daarmee voorbereidend werk willen doen met de werkgevers, met de werknemers, om makkelijker in een kamer besluit te kunnen nemen. Maar het gaat er vooral om hoe zorg je dat die partijen
hun achterban organiseren? Nou, het gaat vooral om dat je zorgt dat de juiste mensen aan tafel zitten. En dat is, zou in principe idealiter zou dat moeten zijn. Iedereen die belang heeft. En dat is breder dan alleen werkgevers en werknemers. Dat is natuurlijk wel een stuk hele spanning in een democratie waar we kijken naar een meerderheid. Hè? Waarom hebben we niet 15 miljoen digitale zetels? Dat is ook wat je natuurlijk hier vaak ziet. Hè? Waarom hebben we eigenlijk nog een vakbond in ons vertegenwoordigd? Daarom ben ik ook wel benieuwd, is dit het grootste probleem? Moeten we het hebben over wie er aan tafel zit? Of zijn er andere onderdelen van zo'n overlegmodel die spannend? Ja, er wordt natuurlijk de echte onderhandelingen vinden plaats met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de Stichting van de Arbeid. Daar hebben zij zich in verenigd. Dat wil niet zeggen dat er geen contact is met andere partijen. Bij het recente laatste akkoord is er ook contact geweest met gemeenten bijvoorbeeld. Niet heel intensief, maar het is er wel geweest. We hebben eerdere akkoorden over pensioenen gesloten. Toen is er ook uitgebreid contact geweest met vertegenwoordigers van jongeren en vertegenwoordigers van ouderen, omdat daar ook specifieke zorgen lagen. Die zijn allemaal meegenomen in het eindresultaat. Dus daar zie je dat gedurende zo'n proces er wel meer partijen ook mee gaan praten en wiens belangen dan ook een extra accent krijgen in uitkomst. Maar het uiteindelijke resultaat wordt met die partijen gesloten die daar, die daar van oudsher eigenlijk in die positie zitten. Ja, wat ik wel interessant vind, die consultatie die u aangeeft. Ik heb destijds met de vorige voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, hierover gepraat. En die zei uiteindelijk heel eerlijk van op het moment dat het erop aankomt, dien ik de belangen van mijn actieve leden. En dat is toch iets anders dan de gemeente of van de jongeren in dit geval. Maar waar moet de energie in zitten? Moeten wij proberen... er was natuurlijk een tijd lang een discussie geweest tussen een G500, een groep jongeren die zich hier tegenaan wil bemoeien. Maar eigenlijk op veel plekken, ook door Agnes Jongerius gezegd, jongens, focus nu niet zozeer op wie er aan tafel zit en over hoe het spel in elkaar zit. Maar kijk, wat willen jullie dan veranderen en breng dat in? Is dat een oplossingsrichting of is dat te veel eromheen? Ik denk eigenlijk dat het verenigingsmodel wat eronder ligt, zeg maar, waarbij je dus aansluit bij een bepaalde groep om inspraak te kunnen krijgen via het model, dat achterhaald is. Dus als je je energie richt op het aantrekken van nieuwe groepen, dan revitaliseer je eventueel het oude model tijdelijk, terwijl ik denk dat er betere modellen bezig of kunnen zijn, mogelijk zijn. Je moet natuurlijk niet vergeten, dat zijn drie partijen. Dus je hebt de werkgevers, de werknemers en de overheid. En de overheid is natuurlijk bij uitstek de partij die juist al die andere belangen ook mee vertegenwoordigt. Bovendien zie je dus dat ook sociale partners, zeker bij dat soort grote onderhandelingen, vaak ook verder kijken dan het specifieke ledenbelang. Natuurlijk hebben ze het ledenbelang steeds voor ogen, dat is heel begrijpelijk. Maar tegelijkertijd is dat algemeen belang, komt ook iedere keer weer terug. Dat is een bredere verantwoordelijkheid voor de sociaal-economische ontwikkeling van Nederland. En die voelen zij ook. En het kabinet is natuurlijk brede, gaat uiteindelijk natuurlijk over alles. Die vertegenwoordigt iedereen. Ja, maar als dat zo is, dan heb je de pool er niet nodig. Dus het is wat krapper dan dat. Er zit een rare onbalans in de machtsverhoudingen in Nederland, wat dat betreft. En dat is wel een issue, denk ik. We gaan even kijken naar alternatieven. En zit hem dat in... moeten we kijken naar wie er aan tafel zit? Moeten we een heel systeem ter discussie stellen? Voordat we erheen gaan, nog even kort vragen. Wat zijn cruciale beslismomenten tijdens zo'n traject? Waar van invloed zit? Wat heeft u daar zelf in gedaan? Nou, wat natuurlijk belangrijk is, is dat partijen ook bereid zijn om aan tafel te komen. Want dat is ook niet vanzelfsprekend. Het is niet zo dat iedereen staat te juichen van, ja, wij willen graag over een aantal onderwerpen spreken. Omdat partijen niet altijd blij zijn dat onderwerpen überhaupt op de agenda staan. Dat hebben we natuurlijk bij het afgelopen sociaal akkoord ook gezien. Dus de kunst is om toch uiteindelijk ook zichtbaar te krijgen waar hebben de verschillende partijen ook hun belangen, zodanig dat je er ook voor kunt zorgen dat je die belangen ook daar ook aan tegemoet kunt komen, waardoor ze ook aan tafel willen komen. Dank. En op het moment dat we dat hebben gezien, konden we ze ook aan tafel krijgen. Dank. We gaan heel veel kijken naar de suggestie van Jan-Jaap de Haan, wethouder in Leiden, die een suggestie heeft over hoe je geluiden op kan halen aan tafel. We gaan even kijken. Jullie zijn verenigd vanuit de VNG dat die hun taak niet goed hebben gedaan of dat ze onvoldoende betrokken zijn in het proces? Nou, de VNG is heel betrokken bij het proces. Ik ben zelf lid van de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie met de staatssecretaris over de participatiewet. Mm-hmm. En we hadden ook heel goed contact met het ministerie van SZW daarover.
Alleen aan de klassieke poldertafel, zoals we die in Nederland kennen, daar hebben gemeenten geen plek. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of bij het sluiten van dit soort akkoorden, datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor het zorgakkoord, of gemeenten niet toch een plek zouden moeten gaan krijgen in de toekomst. Aangezien gemeenten zo'n belangrijke uitvoerende verantwoordelijkheid hebben en ook financiële verantwoordelijkheid, want de financiële risico's komen bij ons terecht, denk ik dat de oude historische opzet van de poldertafels zoals die er nu zijn, in de toekomst veranderd zal moeten worden. We hebben het korte video gezien. Heeft hij gelijk? Ik snap dat hij eerder dat gemeente eerder ook echt aan de onderhandelingstafel hadden willen zitten. Dat geldt voor heel veel mensen. Tegelijkertijd, na het akkoord, en dat stond ook in het akkoord, is een heel traject met gemeenten opgestart voor de verdere uitwerking van die participatiewet. En dat is het proces wat nu gaande is. Gemeente is een voorbeeld, denk ik, in dit geval. Ik gemeente als een van de partijen die graag aan tafel wil. Die graag aan tafel. Maar het wordt een wat drukke tafel als iedereen aan tafel zit. Hoe had Maarten Kamers hiermee om moeten gaan? Ik denk dat zeker in de huidige constellatie, waarbij je met 3 partijen spreekt, kun je ook met 4 partijen spreken. En ook met 5. Dat had gekund. Of je dan alle belanghebbenden aan tafel hebt. Waarom mag ik dan de 6e zijn? Wat mij betreft ben jij de 6e zodra jij aantoont dat jij A, een belang hebt en B, een groep mensen vertegenwoordigt. En of dat is omdat jij een club hebt opgericht, of omdat jij een petitie hebt gestart, of omdat jij een forum beheert waarop heel veel gebeurt op dit onderwerp. Laat je wat mij betreft aan tafel moeten zitten. Al is het omdat je een belang hebt en kennis waarschijnlijk ook van de problematiek. Ja. En dan had jij kunnen bijdragen. Is dit een reëel toekomstbeeld? Kunnen we verwachten dat partijen aan tafel schuiven? Zonder dat nu vandaag besloten hoeft te worden. Natuurlijk kan dat. Ik kan alleen maar weer verwijzen naar het energieakkoord wat nu is gesloten, waar wel tientallen partijen bij betrokken zijn. Dat heeft ook veel meer tijd in beslag genomen met heel veel tafels. En dat is dus een ander soort proces geweest. Maar in de kern is het natuurlijk hetzelfde. Namelijk ook met alle partijen in de samenleving tot een akkoord komen. Dan kom ik op de vraag, het verschil van de mensen die dit ondersteunen. De overheidsmanagers die achter de schermen opereren bij zo'n sociaal akkoord. Wat is er bij het energieakkoord gedaan, anders gedaan dan bij een sociaal akkoord waarvan geleerd zou kunnen worden? Ook bij hele andere akkoorden, ook lokaal of ook in hele andere sectoren? Nou, bij een energieakkoord waren er geen minder vanzelfsprekende partijen om het overleg mee te voeren. En dus dan kwam je al gauw, dat was voor de eerste keer dat het gebeurde, en dan begin je dus ook in een andere setting. En dan kijk je dus al gauw weer naar andere partijen die je bij een akkoord over arbeidsmarkt en sociaal-economische ontwikkeling niet zo gauw tegenkomt. Dat is denk ik het belangrijkste verschil. Hoe zit het? Je ziet in het buitenland ook plekken staan waar mensen hun eigen akkoord naast het akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid maken. Zie je dat hier ook gebeuren? Nog heel weinig. Ik zie wel, zeker op lokaal niveau, zie ik vrij veel initiatieven waarbij inderdaad bottom-up beleid wordt gemaakt. En dat geeft in ieder geval aan dat er een behoefte bestaat. En die behoefte wordt vooralsnog ontkend vanuit de polder. En dat vind ik kwalijk. Ik denk ook dat het historisch gegroeide concept, zeg maar, waarbij werkgevers, werknemers, ze zijn ook mede verantwoordelijk voor het feit dat de problemen die nu dan eindelijk wellicht in 2016 aangepakt worden, al 20 jaar etteren. Ik bedoel, het is ook hun verantwoordelijkheid van hoe de arbeidsmarkt in dit geval gegroeid is. Daar zijn ze mede verantwoordelijk voor. Daar hebben ze mede vorm gegeven. En ik vraag me af. Ze hebben ook goede dingen gedaan. Hè? Dus ik bedoel, een akkoord van Wassenaar heeft ook zin gehad. Hè? Er zijn momenten geweest dat ze goede dingen hebben gehad. Ik ben van een andere generatie. Ik zou er wat minder op kunnen noemen dan mijn ouders. En dat typeert direct wel het probleem. Maar het gaat mij nog niet eens zozeer over de uitkomst van die tafel. Het gaat mij erom. Het sociaal akkoord is één van de plekken waar we het vraagstuk hebben over hoe richt het proces in. En hoe kunnen we überhaupt zo'n proces anders inrichten? En de mensen die erachter zitten, hoe kunnen die, wat adviseer je hen om te doen? Nou, kijk in ieder geval breder dan de usual suspects. Dat is bij het energieakkoord gebeurd. Dus er gebeurt wel iets, maar dat is omdat het nieuw terrein is. Oud terrein is veel lastiger en taaier, neem ik aan, vanuit de mensen die het moeten organiseren. Om daar nieuwe mensen bij te vinden, maar ze zijn er wel. Ik denk dat er meer gebeurt dan zichtbaar is. Ik heb pas gezien dat op het gebied van het landbouwbeleid, de hele ontwikkeling, daar is heel interactief.
met allerlei deelnemers in de hele landbouwsector beleid ontwikkeld, het Nederlands standpunten ontwikkeld. Dat is voor de buitenwereld een onzichtbaar proces, want die zien alleen maar het eindresultaat, namelijk het standpunt van de regering. Maar die hebben niet zichtbaar is het proces wat erachter zit. Ik denk dat er op heel veel plekken binnen de overheid overleggen plaatsvinden en consultatie plaatsvindt. Zorgakkoord is ook zo'n voorbeeld weer, onderwijsakkoord. Allemaal afspraken tussen partijen die belangen hebben en die gezamenlijk met de overheid een deal sluiten. Wat zijn. We gaan een afronding toe. Ik zit met twee vragen. Eén, is er een heel ander systeem mogelijk? Kijk, wat gebeurt er in hele andere industrieën, een medicijnindustrie, waar een overheid eigenlijk alleen nog maar zegt: dit is waar deelnemende partijen aan moeten voldoen en kom er met elkaar maar uit. Waarbij de overheid zich eigenlijk terugtrekt als partij. Of blijven we hiermee doorgaan en hebben we het over wie zit er aan tafel? Meer de vraag, hebben we het over een compleet ander model? Of gaan we hiermee aan de slag? En de vraag, wat voor verschil kan één persoon daarin maken bij zo'n tafel? De overheid heeft natuurlijk een duidelijk belang. Dat belang dat moet ook aan bod komen. En daarom is de overheid hier partij bij deze akkoorden. Sterker nog, de overheid moet vaak ook betalen. De overheid moet ook wetgeving verzorgen. Dus de overheid is een belangrijke partij aan tafel. Je kunt het niet, in veel gevallen niet overlaten aan de partijen zelf. De crux is om de goede partijen bij elkaar te vinden. Als dat er meer kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een sociaal akkoord, dan de partijen die dat nu hebben gedaan, prima. Maar dat moet dan wel effectief zijn. En dan moeten die partijen ook natuurlijk met elkaar het eens zijn dat zij de goede zijn. Stel dat het nu overnieuw zou doen. Wat zou je dan anders doen om te kijken of er meer partijen bij kunnen? Ik weet niet of we het anders zouden doen. Want je bent ook afhankelijk van de dynamiek bij de andere partij. Dus ik kan wel iets willen, maar de andere partijen heb ik ook nodig. Wat zou je hen vragen om anders te doen? Ik zou misschien vooral vragen om iets sneller te acteren. En dat zeggen zij misschien ook van u? Dat denk ik niet, nee. Okay. Ik denk dat zij eerder meer tijd zouden vragen. Ja. Wat zou jij doen? Ik zou opteren voor een nieuw model, absoluut. Omdat ik denk dat veel van de vraagstukken die ze nu hebben ook niet meer passen op de oude werkgevers-werknemersverdeling die we nog hebben in de polder. In twee zinnen, hoe ziet dat model eruit? Drie, max. Democratische besluitvorming van onderop. En dan wordt het weer een heel lange uitleg. Dus daar heb je niet zoveel aan. En als we er niet uitkomen, wie kiest? Uiteindelijk kiest de politiek, daar zijn ze voor gekozen. En die zouden daarin ook richtinggevend moeten zijn. Die zouden het lef moeten hebben om daarin echt handelend op te treden en niet de verantwoordelijkheid voor het handelen neer te leggen bij de polderpartijen of de gemeente. Dat is ook niet gebeurd. Er is een akkoord van het kabinet met andere partijen, ja, op basis van een regeerakkoord dat er al lag. Waardoor inderdaad bezuinigingen ter waarde van 4 miljard en een beetje werden vooruitgeschoven om het akkoord mogelijk te maken. Ik bedoel, het kost ook iets. Laatste, dat is de tweede vraag. Wat zou je een overheidsmanager adviseren nu die los van een sociaal akkoord dit soort processen moet inrichten? Schrijf bij wijze van spreken een openbare aanbesteding uit van dit is het probleem. Wie voelt zich geroepen om bij te dragen aan de oplossing en kom aan tafel met je ideeën. Hartstikke fijn, dank. Dit was Opra, online tv voor overheidsmanagement. Dank voor het kijken.